verwachting klopt ons hart. Dit is het weekend van de waarheid. De goedheilige man wordt geconfronteerd met de almaar stijgende begeerte van de tere kinderziel. En ook de kiezer is in angstige, klamme verwachting. Worden wij gedreven door hebzucht, door angst? Met deze vragen wordt het de hoogste tijd voor een echte wijze. Top-econoom en soefie, Johan Witteveen. Welkom. Fijn dat u er bent. Zo, ja. Johannes Witteveen is het, hè? Dat is eigenlijk de naam, ja. Ja. U bent 85 jaar, u bent soefie en econoom. U was twee keer onze minister van Financiën en daarna een hele tijd president-directeur van het Internationaal Monetair Fonds in Washington. Ja. U heeft boeken geschreven over het soefisme en economie. Mm-hmm. Ik heb ze gelezen. Een wijs mens bent u en daarom ben ik blij dat u er bent. Want, wat moet ik doen? Woensdag gaan wij allemaal stemmen. Hoe moet een mens deze dagen bepalen wat wijsheid is? Dat is een mooie vraag, ja. Het is natuurlijk zo dat in deze verkiezingen accent wel erg ligt op allemaal prettige dingen die de politici aan de Nederlandse kiezers aanbieden. Hier wat bij, daar wat bij, daar wordt er wat kosteloos gemaakt. Wat dat betreft vind ik het niet zo'n erg verheffende campagne. Aan de andere kant is het een eerlijke campagne waar allerlei dingen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Maar wat mij een beetje zorg geeft, is dat de meer extreme partijen links en rechts sterk groeien. Ja. En dat de partijen in het midden daardoor de neiging krijgen zich tegen elkaar af te zetten. Ja. Om niet te veel aanhang naar die extreme partijen te verliezen. En dat geeft het gevaar dat het straks heel moeilijk zal zijn een stabiele regering te vormen. Ja. Dat is in ons systeem altijd nodig. Ja. En ik denk dat een kiezer niet alleen moet kijken naar wat er voor prettigs wordt beloofd, maar ook wat voor combinatie nu werkelijk een stabiele en evenwichtige regering zal kunnen vormen. Nou, wat zou die combinatie moeten zijn? Nou, ik ben persoonlijk natuurlijk wel een voorstander van dat de huidige deur kan gaan. Ja. Maar ik zeg erbij dat ik het ook ook voordelen in zou zien als er weer een combinatie van CDA en Partij van de Arbeid zou komen. Want ja, dan krijg je een brede basis. Dan wordt een deel van die linkse aanhang toch ook weer bij het beleid betrokken. Mm-hmm. En dat kan zijn voordelen hebben. Maar bent u de man die kijkt naar de denkbeelden of let u ook op de personen die die denkbeelden nu alsmaar op televisie? Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, de personen. Denkt u dat u een persoon goed kunt inschatten, zoals televisiekijker? Nou, dat is natuurlijk een verschil. Dat is altijd een moeilijkheid in de politiek. Tussen de manier waarop een politicus zich presenteert, het charisma dat hij kan hebben, en zijn gaven in het besturen. Ja, dat is nog iets anders. En ja, dat vind ik juist van een aantal van die extreme politici een heel groot probleem. Ja. Die spreken dan mensen aan omdat ze dingen zeggen, ja, extreme dingen waar een aantal mensen voor voelen. Maar die hebben waarschijnlijk helemaal geen capaciteiten. Dus dat charisma doet er eigenlijk niet zoveel toe. Daar moeten we misschien nu even doorheen kijken. Daar moeten we niet te veel aandacht aan geven. Ja, ik benoem u ook tot wijze omdat u soefie bent, hè? Aanhanger van het soefisme. Daar wil ik wat van afsnoepen. Ik wil uw wijsheid horen. Wat is soefisme? Soefisme is zuiverheid en wijsheid. Je zou kunnen zeggen dat het de zuivere wijsheid van het hart, niet van het hoofd en het denken, maar van het open hart, dat is heel belangrijk. En soefisme willen we ons ware wezen ontdekken. Niet alleen maar bezig zijn met de uiterlijke wereld, maar we willen vinden wat onze essentie is. En het soefisme ziet die essentie als wat we de ziel kunnen noemen, die een uitstraling is van de ene goddelijke geest die de hele schepping doordringt en die daar voortdurend zich in probeert uit te drukken. Maar het is geen godsdienst? Het heeft een religieus aspect, maar het is niet een nieuwe godsdienst. Want het soefisme zegt juist, alle religies die in de loop van de eeuwen gekomen zijn, hebben de mensheid willen brengen tot het begrijpen van die goddelijke geest en het contact daarmee.
Mm-hmm. Het beleven van de religie. En dat is voor de soefi het belangrijke. Niet dat je bepaalde geloofstellingen aanhangt... Ja. Maar dat je in je hart contact krijgt met dat mysterieuze goddelijke wezen... Dat toch achter die hele schepping met al zijn verscheidenheid... en al zijn conflict en al zijn problemen staat. En daarvoor moet je dan jezelf leren kennen... en dus je aandacht ook naar binnen kunnen richten. Ja. Dat is heel belangrijk in het soefisme. Zoals dat natuurlijk in alle religies een rol speelt. De mystieke kant van alle religies die is daar ook op gericht. Maar dat is vaak vergeten. Ja. Vaak gaan de mensen zich helemaal vasthouden aan de vorm van de religie. De manier waarop er gebeden wordt. De manier van een eredienst. Ja. Rites en regels. Ja. En die zijn verschillend. En dan krijg je de religieuze conflicten. Die zo'n vreselijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis. En die nog voor problemen stellen. Ja. Maar dus u zegt je geest leeg en stil maken. Om contact te krijgen met dat goddelijke wat wij allemaal bezitten. Ja. Ja. Dat lijkt bijna haaks te staan op economie. Hè? Waar het lijkt nu net alsof economie bijna wordt geleid door angst en hebzucht. Ja, economie gaat natuurlijk om... het zo goed mogelijk besteden van onze materiële middelen... en die te verdelen over alle verschillende behoeften die we hebben. Daar gaat het over. Dus dat zijn verschillende dingen. Maar in het leven is het juist zo belangrijk om die bij elkaar te brengen. Sufi zegt, wij moeten zowel het uiterlijk leven moeten we doormaken... maar we moeten ook het innerlijk leven ontwikkelen. Dan pas hebben we een volledig leven... En dat is eigenlijk de bedoeling hier. Natuurlijk dat je actief bent in het uiterlijk leven. Want daarvoor ben je in deze materiële wereld gekomen. Daar kun je iets bereiken, daar kun je iets creëren, daar kun je iets doen. Maar je moet ook het innerlijk leven ontwikkelen. En dat is het leven waarin je naar binnen keert... en contact krijgt met die goddelijke geest. Dat licht, die liefde, die daarvan uitgaat. En die, naarmate je daar contact mee krijgt... je hele leven verandert. Ja. Dat is het mooie van het soefisme. Als je dat contact krijgt, dan gaat je, en het alziend oog... dan gaat de manier waarop je de wereld ziet, gaat veranderen. Je ziet meer licht. Je ziet meer schoonheid. Ja, ja. Dus in feite is de gedachte van het soefisme... dat de mens en de schepping goed en heel is. Misschien. Nou, ik zou het moeilijk kunnen beweren dat alle mensen goed zijn. Uh-huh. Maar wel dat alle mensen in zichzelf het verlangen daarnaar hebben. Iets van dat goddelijk licht. Maar het is vaak ondergesneeuwd, helemaal bedekt geraakt. Omdat de mensen zo met die buitenwereld bezig zijn... en daar hebben ingewerkt en zich identificeren... Ja. met alles wat ze hebben beleefd en wat ze denken dat ze zijn. Dus ze hebben een vals zelfbeeld. Ja, een bepaald zelfbeeld. Mensen zoeken naar... wat ze identiteit noemen. Wat is mijn identiteit? Hè? Ja. Dat is een begrijpelijk zoeken. Maar vaak blijven ze dan staan bij de buitenkant. Wat ze hebben beleefd, wat hun opvattingen zijn... tot welke groep ze behoren, welke religie enzovoorts. Een bepaalde persoonlijkheid. Ja, dat is mijn identiteit. Maar dan maak je de grote vergissing... dat je wat eigenlijk alleen maar beelden zijn... die in je bewustzijn, in je ziel... weerkaatst worden, dat je dat voor de werkelijkheid houdt. Ja. Het gaat erom dat je gaat zien, dat is het niet. Dat is, wat het werkelijk is, dat is het bewustzijn... dat tegelijk het goddelijke licht is in jezelf. Als je dat gaat inzien, dan verandert natuurlijk je manier van kijken naar het leven. En dan kun je ook in allerlei opzichten, ook in je activiteit beter... en heilzamer werkzaam zijn. Ja. Want als je ook het contact met dat innerlijk leven hebt... dat geeft evenwicht. Dat geeft rust. Dan kun je een constructief ritme bewaren... wat in het leven heel belangrijk is. En je krijgt iets van dat goddelijke licht... waardoor je de vragen die in je leven zijn... de problemen beter kunt doorzien. Maar nu heb ik de indruk, u zegt nu dat wij ons... foutief identificeren met allerlei beelden over onszelf. Hè? Ik ben rijk, ik ben VVD, ik ben beledigd. Ik heb de indruk dat als mensen dat doen... ook kwetsbaarder zijn dan wat u doet. Ja. En ik wil even met u kijken om dat te illustreren. Ja, dat maak je kwetsbaar. Ik was dus aan het zeggen dat ik het zo niet gezegd heb.
Maar nu heb ik de indruk, u zegt nu dat wij ons foutief identificeren met allerlei beelden over onszelf. Hè? Ik ben rijk, ik ben VVD, ik ben beledigd. Ik heb de indruk dat als mensen dat doen, ook kwetsbaarder zijn dan wat u doet. Ja. En ik wil even met u kijken om dat te illustreren. Ja, dat mag je kwetsbaar. Ik was dus aan het zeggen dat ik het zo niet gezegd heb. Nou, dus de journalist heeft het verkeerd opgeschreven. Nee, de journalist heeft het ook zo niet opgeschreven, zoals u het citeert. En daar gaat het nu niet om. Nou, maar ik heb het zo gelezen, sorry hoor. Doen we nou, maken we nou een interview of niet? Ja, nou, oké. Nou, maar zullen we opnieuw beginnen? Nee, voor mij hoeft dat niet. Nou, voor mij wel. Dank u wel. Ja. Bedankt. Is er ook een grote aantal mensen dat daar gebruik van maakt. Dus als er nog 100 gulden op dat andere kaartje bij komt. Ik iedere keer dat ding weg voor ik antwoord. Dat is niet zo prettig praten. Oké? Okay? Ja? Oké. Okay. Maar je praat niet zo lang. Op het moment dat jij bekritiseerd wordt op je kwetsbare punten, dat je theater maakt en dat je niet inhoudelijk reageert. En daar zit jouw zwakte. Dank u wel. Schande. Gewoon schande. Ja, mijn huid, zelfs mijn privéleven storen. Vind ik een schande. Nou, we hebben gewacht tot u aan het werk. Ik wil het ook best in de camera zeggen. Dan zeg ik Jan-Peter Balkenende. We hebben grote verschillen van mening over inhoudelijke zaken. De toekomst van Nederland. Hoe het gaat met de zorg. Hoe het gaat met het ontslagrecht. Hoe het moet gaan met de huren. Laten we het daarover hebben. En laten we ons niet verlagen tot het niveau van persoonlijke verdachtmakingen. Geen excuses. Meneer Van Gaal, we gaan een biertje drinken. Heeft u niet een nieuw probleem binnengehaald? Ik weet het niet. U hebt nu de derde keer gewoon dezelfde vraag gesteld. Ik vermijd nu maar het volgende antwoord. Wacht u even rustig aan. Mag dat? Ja, wat ziet u hier? Ja, je ziet inderdaad natuurlijk irritatie over vragen die misschien een kwetsbaar punt raken. Maar ook vragen waardoor een politicus misschien niet goed naar voren kan brengen wat hij naar voren zou willen brengen. Of iets een beetje opgedrongen krijgt wat hij niet wil. Dat kan ook heel vervelend zijn. Mm-hmm. Je wil graag natuurlijk voor de televisie of in een zaal met mensen goed kunnen duidelijk maken wat je wil en waar je voor staat. Maar toch zie je ook dat mensen alles heel persoonlijk opvatten. Ja, en dat is een gevaar dat komt door die identificatie. Mm-hmm. Als je jezelf helemaal ziet als die persoon die dat en dat allemaal vindt, ja, dan is het heel vervelend als dat wordt aangevallen, als dat wordt gekritiseerd. Dat hebben we natuurlijk allemaal een beetje. Maar hoe meer je gaat zien dat dat eigenlijk maar betrekkelijk is, hoe minder kwetsbaar je daarin wordt. En dat vind ik een grote kracht die je ontwikkelen kunt als je dat innerlijk leven een beetje gaat ontwikkelen. En dat doet men dus inderdaad door zitten, door meditatie, door... Ja, kijk, het is natuurlijk niet zo makkelijk als het lijkt. Hè? Nee. Je zegt, nee, keer je naar binnen, ga rustig stilzitten. Maar zo makkelijk is het niet. Want als je daar niet in getraind bent, kun je wel stil gaan zitten en de deur dicht doen. Maar je gedachten gaan door, je gevoelens gaan door. Je denkt, wat heb ik net gedaan, wat ga ik doen enzovoort. En dan kom je niet tot stilte. Mm-hmm. Je moet dus leren om jezelf stil te maken. En daar zijn allerlei geestelijke oefeningen voor, die wij in de innerlijke school van de Soefi-beweging gebruiken. En die in alle mystieke scholen worden gebruikt. Er hebben verschillende mogelijkheden voor. Wij leert je te concentreren op een bepaalde idee, op een bepaald symbool. Een gebed ook belangrijk is, omdat je een houding gaat innemen van overgave en verband met dat ene goddelijke wezen. Maar heeft u dit altijd al gedaan? Want ademhaling is ook heel belangrijk, want dat geeft evenwicht en dat maakt ook een zeker contact. Ik ben daarmee opgegroeid, ja, dat is een groot voorrecht, mm-hmm, vind ik. Mijn ouders waren al bij de Soefi-beweging, dus ik heb daarin mijn jeugd al veel over gehoord. Vrienden van mijn ouders die kwamen, die spraken daarover. Dat is heel interessant. Ik vond dat van begin af aan volkomen duidelijk, helder, plausibel. Dacht, zo is het. Maar kon u ook gewoon al die oefeningen doen terwijl u het zo druk had als minister en als president-directeur? Ja, altijd gedaan. En ik zeg dan, juist als je druk
is het zo belangrijk om het te doen. Mm-hmm. Het vraagt natuurlijk wel een zekere wilskracht. Ja. Je bent 's avonds vermoeid, hebt misschien niet onmiddellijk zo'n lust erin. Ja. Maar het is juist erg goed. Is het dan Want het gevaar van drukte en verantwoordelijkheid is dat die gedachten maar gaan ronddraaien, dat je er niet los van komt. En dat je misschien ook je daar weer mee gaat identificeren. Precies, want ik ben een belangrijke man. Aan iets vasthoudt en daardoor niet meer met een zekere losheid en evenwichtigheid kunt oordelen. En als je s'avonds dan toch weer even in die oefening je daarvan losmaakt, is dat pas werkelijk ontspanning voor je denken. Ja. Dus dat is goed. En dan heb je weer een zekere afstand gekregen. Nu maar is het is iets wat je langzamerhand moet leren. Ja, want het is natuurlijk net zoiets als het trainen van je lichaam. Het, ja, het is gewoon geestelijke training, ja, heel belangrijk. Of net een sterviolist zijn, hè? Dat moet je ook oefenen. Ja. Hoe betaalt dat zich nou uit als je econoom bent? Zou je kunnen zeggen, u heeft de BTW ingevoerd in Nederland. Is dat een soefie-uitvinding, de BTW? Nee, dat geloof ik niet. Dat is gewoon een hele praktische uitvinding. Het is een belasting die een aantal voordelen heeft. Want die wordt betrekkelijk gemakkelijk geïnd. Het is heel overzichtelijk. En de consument merkt er niet veel van. Het is in alle opzichten een hele effectieve belasting. Die is uitgedacht. Bovendien is het een belasting die heel goed past in de Europese Unie. Omdat we allemaal hetzelfde systeem hebben, dan sluit dat aan. Ja, ik heb dat ingevoerd, maar het meeste werk is gedaan door Grapperhaus, mijn staatssecretaris. Ja. Maar ik was er een grote voorstander van, heb het kunnen doorvoeren. En dat werkt ook, werkt heel goed. Maar de gedachte dat... Maar dat is geen niet bepaald een soefie. Nee, maar goed, de gedachte dat dingen die luxe zijn misschien meer belasting zouden moeten hebben, dat lijkt me toch ook wel een beetje sofistisch. Ja, zeker, zeker. Zeker, maar waar ik eigenlijk van het sofisme in dat werk het meeste steun heb gehad, is omdat een soefi probeert verschillende standpunten te begrijpen. En niet alleen in zijn eigen kring te blijven, maar ook zich te verplaatsen in het standpunt van een ander. Ja. En dan zien of je samen iets kan doen. En dat is om te beginnen van geestelijk belang, want daardoor verruim je je gezichtspunt, sluit jezelf niet op. Het is een stapje in de richting van open zijn voor het ene leven. En dat is bijzonder praktisch. Want je moet in het leven altijd samenwerken. Maar zelden dat je in je eentje iets kunt doen. Precies, zo zweverig is het helemaal niet. Nee. U zei Sinterklaas gisteren bij zijn intocht in Middelburg volgens mij iets heel wijs. Hij zei, er zijn drie nieuwe Sinterklaasregels. 1. Doe altijd in je schoen iets voor het paard. 2. Doe er een verlanglijstje bij. Maar 3. Ga er niet van uit dat er elke dag iets in zit. Ja. Is dat een wijze raad van deze man? Ja, dat vind ik wel. We moeten ook leren natuurlijk om niet te zeer gehecht te zijn aan plezierige dingen. Ja. Sufi is niet een asceet die zich van het uiterlijk leven afkeert. Maar hij probeert wel er meester van te blijven. Voor zichzelf te bepalen op welke manier is het voor mij natuurlijk. Precies. Om behoefte te bevredigen. En waar houdt dat op? Hoeveel kan ik voor mezelf nemen, wil ik en rechtvaardig, en hoeveel niet? Maar zou de economie en ook in staat te zijn om wat je plezier vindt ook eens te missen? Ja, ja. Dat je er niet aan vast zit, dat je aan gebonden bent. Dus je er meester van te zijn? Dat is het. En zou de economie opknappen van die gedachte? Dus dat we niet alleen maar als slaven tussen afschuw en begeerte ons bevinden? Ja. Ik geloof dat, heb je dan in dat boek Soefisme en Economie een beetje uitgewerkt, dat wat het meeste zou helpen om de economie te verbeteren, is als meer mensen ook iets van dat innerlijk leven ontwikkelen, daardoor een evenwichtige kijk krijgen op de problemen en ook zich niet alleen maar vastbijten in één enkele doelstelling als zo hoog mogelijke winst. Kijk, winst moet er zijn in ons systeem. Dat is nou eenmaal de indicator, de graadmeter. Maar er zijn ook andere doeleinden. Het milieu is belangrijk, de mensen zijn belangrijk. En daar moet een zeker evenwicht in gevonden worden. Hoe ziet u? En hoe meer je natuurlijk vanuit je innerlijk geïnspireerd bent, hoe makkelijker je dat kunt doen. Hoe beter je ook met de mensen in je onderneming kunt samenwerken. Ja. En kunt proberen hun te helpen dat ze ook tot hun recht komen in hun werk. En dat zijn heel belangrijke dingen. Denkt u dat wij met z'n allen in deze wereld in die zin ook nog evolueren tot dat inzicht? Of gaat het steeds slechter met ons? Ja. Nou, dat is ook een heel interessante vraag. Aan één kant,
als je naar de oppervlakte van het leven kijkt, met zoveel conflict en misverstand, dan zeg je, het gaat er niet goed mee. Maar aan de andere kant, als je eens kijkt wat er bij heel veel mensen leeft en steeds meer leeft, dan merk je dat steeds meer mensen gaan zoeken naar iets van het innerlijk leven. Spiritualiteit is nu het woord dat men graag gebruikt. We moeten iets van spiritualiteit hebben. Men weet maar niet precies wat het is, maar in ieder geval, het is niet alleen dat materiële leven. Er moet iets meer zijn. En hoe meer dat zich ontwikkelt, hoe meer dat ook in de economie zal gaan doorwerken. Dat moet nog naar de oppervlakte komen. Zal dat maar het is gebeuren? Bezig, en er zijn steeds meer mensen ook in de leiding van bedrijven die dat zoeken. Ja. Nu heb ik een mooi beeld van u gelezen, een mooi mystiek beeld van een beker die leeg is. Ja. In feite gaat het over overgave, neem ik aan, of loslaten. Ja. Is uw beker wat dat betreft al leeg? Dat is het. Dat is in feite wat je wilt bereiken in stilte, in meditatie. Hè? Dat je je hart helemaal open en zuiver maakt. En hoe meer je dat kunt, hoe meer je dan ook dat goddelijk licht daarin kunt ontvangen. Hè? Dat vraagt die concentratie, die oefeningen. Maar vraagt ook dat je in je leven een fase bereikt waar je een zekere losheid heb gekregen. Je hebt dingen bereikt. Hè? Het is belangrijk om dingen te bereiken. En als je die dingen bereikt, dat je het dan kunt loslaten. Dat je er vrij van maakt. Want je kan pas echt leeg zijn als je ook je vrij voelt van allerlei omstandigheden, zorgen enzovoorts, die in het uiterlijk leven geworteld zijn. Dat is een lege beker. En dat vraagt bijvoorbeeld dat je niet te veel vastzit in bepaalde opvattingen. Spreekt het soefisme van ontleren. Alles wat je geleerd moet je ook weer ontleren. Niet in de zin dat je het niet meer zou weten, maar dat je er vrij van bent. Ja. Dat je er overheen kijkt. En heel belangrijk is bijvoorbeeld ook dat je harmonie weet te bewaren met de mensen om je heen. Dat geeft ook vrijheid. Dat wijst eigenlijk naar die eenheid die je ook in je innerlijk zoekt. Dat is vaak moeilijk. Want om harmonie te bereiken moet je altijd iets in jezelf overwinnen. Ja. En je moet proberen een ander te begrijpen. En is vrijheid dus de sleutel tot geluk? Vrijheid is een belangrijke voorwaarde om tot die innerlijke beleving te komen. Dat kan je niet opleggen. Je kan die mensen zeggen, nou moet je dat gaan zoeken. Dan moet eerst het verlangen naar zijn. Dus in het gaan heeft een Sufi boodschap ook genoemd de boodschap van geestelijke vrijheid. De mensen moeten in vrijheid die weg kunnen zoeken. Ja. En dat is iets, vind ik, wat helemaal past in deze tijd. Hè. Vroeger werden natuurlijk godsdiensten wel met kracht ook verbreid en aan de mensen opgelegd. Hè, met hele bepaalde opvattingen. Daar is de tijd niet meer voor. Nu willen de mensen zelf hun weg zoeken. En dat is heel goed. Ja. Want dan gaan ze het ook beleven en dan gaat het dieper. Ik geloof dat ik u begrijp. En het is zo stom, het is alweer afgelopen. Mag ik u hartelijk danken, Johannes Witteveen. Dat zijn we heel gauw klaar gekomen. Ja, dat is heel snel. Het is verbazend zo snel de tijd gaat. Dank u wel. U kunt reageren. Wat betekent vrijheid volgens u op www.alziendoog.nl? En volgende week zit er ook een VVD'er. Dan is het definitief demissionair minister van Integratie, Rita Verdonk. En over vrijheid gesproken, ik zou van haar wel eens willen weten of een vrouw met macht de vrijheid heeft om ruimhartig te zijn. Een buigzaam gesprek dus met deze roestvrijstalen Rita in Alziend Oog. Ik wens u een gepeperde week. Tot zondag. Dag. Ja.